De intro is kut, maar het interesseert me geen kut. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. En ik moet nog even bekomen van het feit dat ik gisteren de 1000 abonnees heb behaald. Ik ben heel blij en ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken. En meer kan ik er niet over zeggen. Hè. Jullie weten het. Ik heb een giveaway. En jullie kunnen winnen. En volgende week maandag maak ik de uitslag bekend. Nu ga ik het even hebben over de tandarts. Want vanochtend om 8:30... Ja, om 8:30 moest ik bij de tandarts zijn. En ik ben geweest. En mijn linker ondertand, of kies, die moest gemaakt worden. Er zat een behoorlijk gat in. En hij is gemaakt. En het ging een beetje zo. Ik kom daar binnen en een zeer vakkundige tandarts. Een jonge dame. Echt, ik ben er zeer tevreden over. Ik ging liggen in de stoel. En op een gegeven moment toen zei ze van, nou gaan we even boren. En zegt, doet het zeer? Ik zeg, nee, doet helemaal geen zeer. Maar ze zegt, oh ja, want je verstandskies begint door te komen. Ik zeg, wat? Mijn verstandskies? En ik wist al niet meer waar ik mijn verstand gelaten had. Maar ik denk, oh nee toch, geen verstandskies. Ik heb dat nooit gewild. Maar ja, gelukkig heb ik er maar één. En nou schijnt het, nou is de kans heel goed mogelijk dat mijn verstandskies naast mijn tand kan groeien richting mijn wang. Dus misschien hoeft mijn verstandskies er helemaal niet uit. Nou, dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Maar dat is nog even afwachten. En we gingen nog even verder boren. En toen zei ze van, doet het zeer? Nee, dat doet helemaal geen zeer. Ik zeg, maar moet het niet verdoofd worden? Nee, dat is misschien niet nodig. Misschien is het gewoon niet nodig. Dus ik zeg, nou oké. Dus, en die tand was klaar. En hij hoefde helemaal niet verdoofd te worden. Ik heb haast geen pijn gevoeld. Zonder verdoving. Nou, dat doen niet heel veel mensen mij na, hè, denk ik. Dat doen jullie mij niet allemaal na. Nee, dat doen jullie mij niet allemaal na. Nou, volgende week donderdag heb ik een nieuwe afspraak. En dan moet mijn rechterboventand of kies gemaakt worden. Er zit een behoorlijk gat ook. Maar als dat gevuld is, dan is mijn hele gebit weer in orde. Dus, misschien die verstandskies, die moeten misschien uit. Maar ik heb er volle vertrouwen in dat het helemaal goed komt. En dit was eigenlijk tandarts video deel 1. En volgende week dan kom ik met een update over het vervolg van de tandarts. Nou, tot ziens. Ciao! Abonneer, reageer. Dat lijkt me een goed plan. Abonneer, reageer. Dat lijkt me een goed plan.